Het is een primeur in Vlaanderen, een film die gefinancierd wordt, voor een stukje althans, via crowdfunding. Dat betekent dat fans en het publiek kunnen investeren voor die film in de zalen is. Meneer De Maagd, welkom in de studio. U bent producent van die horrorfilm, Welp heet die. Waarom hebben jullie gekozen voor die methode van crowdfunding? Wel, regisseur Jonas Schoofaert had een fantastisch verhaal bedacht over een groep scouts, 12-jarige welpen, die in een bos op kamp gaan. Maar het bos is dus bezaaid met vallen. En we merkten ook eigenlijk dat er heel veel positieve reactie was op het feit dat wij een horrorfilm gingen maken. En toen vroegen we ons af van hoe kunnen we dat enthousiasme van het toekomstige publiek, zal ik maar zeggen, combineren met de film en de opnames die deze zomer plaats hebben. En toen kwam het idee van de crowdfunding. En dan dachten we van, hey, maar waarom niet specifiek voor die vallen? En zo is dus het idee gegroeid om eigenlijk het publiek uit te nodigen om mee de vallen te kopen. Vandaar, koop een val, dood een welp. Ja, dus mensen kunnen echt een bedrag investeren. Hoeveel kunnen zij investeren? Wel, het laagste niveau is 25 euro, maar je kan eigenlijk tot 10.000 euro gaan. En je investeert eigenlijk volgens je zelf wilt. En daaraan gekoppeld is er dan ook een bepaalde return. Eigenlijk tot een zeer exclusieve VIP-première. Tot eigenlijk gewoon het laagste niveau dat je een badge krijgt en natuurlijk ook een credit op de film. Iedereen die investeert krijgt een credit op de film. En op die manier is het eigenlijk een laagdrempelige manier om mee te stappen in een echte filmproductie. Ja, en hoeveel willen jullie zo inzamelen in totaal dan? Wel, wij willen eigenlijk het budget voor de productie van die vallen inzamelen. Dat is 34.576 euro. En daar hebben we nu een goede 4.000 euro van. We zijn net gestart. En we hebben nu nog eigenlijk een goede maand om dit bedrag bijeen te krijgen. En gaat dat lukken, denk je, nog een maand? Het is een experiment. Dat is ook eigenlijk de bedoeling ook geweest om dit te doen. Dit is de eerste maal dat wij aan crowdfunding doen. En eigenlijk voelen we wel dat de sneeuwbal aan het rollen gaat. Ja, crowdfunding is een nieuwe techniek eigenlijk. Niet altijd een succes. Als we kijken naar bijvoorbeeld Sonic Angel hier in België, dat vooral muzikanten helpt. Dat bedrijf zit wel in slechte papieren ondertussen. Ja. Ik denk ook, met dat het iets nieuws is, moet je het leren mee omgaan. En ook onze return is niet alleen financieel, onze return is ook naar marketing toe, naar echt een conversatie bouwen met je publiek. Ik denk in het voorbeeld dat jij geeft, dat het misschien een bedrijf is die net iets te ambitieus in zo'n nieuw domein is gestapt. En misschien in die zin ook net iets te veel hun wensen voor waarheid hebben genomen. Wij zijn daarin veel, zal ik zeggen, bescheidener. Ja. Waar kunnen de mensen tenslotte terecht als zij willen meehelpen aan deze film? Welpdefilm.be, dus dat is gewoon een website met heel veel informatie over de film en natuurlijk ook over onze crowdfundingcampagne. Oké, nog heel veel succes dan, meneer De Maagd. Dank u wel. En uw beste kijker, bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.